Lieve mensen, ik wil graag iets met jullie delen. Iets wat ik voorheen heel moeilijk vond om te doen. Jullie kunnen nu ons ook financieel helpen. Ieder bedrag, groot, klein, eenmalig of regelmatig. Die wordt enorm gewaardeerd. We zijn begonnen met faciliteiten die wij hebben. En kwaliteit van beeld en geluid is niet altijd optimaal. Daar willen wij graag aan werken en daarin kan ik jullie hulp goed gebruiken. We bespreken over de punten die ik vind dat nog niet in de maatschappij genoeg erover gesproken wordt. En dat willen wij graag aankaarten. Jullie kunnen ons ook natuurlijk helpen met delen, liken en sharen van onze video's en ons helpen om te groeien. We doen dit uit ons hart en ik ben ervan overtuigd dat alles wat je uit je hart doet, het wordt gezien, gewaardeerd en gesteund. En ik dank jullie van harte. En uit elkaar. Je moet anderhalve meter afstand houden. En pas op. Ik zou me niet voorstellen. Ja, ja dat, nou, dat was zei. het zo. Ik was echt gewoon uh, echt op de regels. Ik ben een nieuwsgierig mens. Dus betekent dat ik ook de andere kant wilde horen. Dus ik ging me dingen afvragen. Alles wat er werd gezegd door de overheid. ja, daar, 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 daar kon ik medisch niet meer onderbouwen. Dag lieve mensen. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de ziekte. Hier praten wij over het vergeten belang. Van een stabiele maatschappij en verloren kracht van een gezonde burger. Dag lieve mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Zietak. Hier praat ik met mijn gasten over vergeten belang van een stabiele maatschappij en verloren kracht van een gezonde burger. Vandaag heb ik Felix van der Wissel, huisarts, bij mij, die hier op de bank zit. Hij is een bijzondere man. Ik heb heel veel respect voor haar. Hij is een arts die zijn doel en missie niet vergeten is tijdens zijn opleiding en carrière: en dat is mensen helpen om gezonder te worden. Hij is een arts die weet hoe hij moet denken en niet wat hij moet denken. En het allerleukste is dat hij is ook mijn huisarts is. Ik ben daar heel erg blij mee. Nou, hij komt voor de waarheid op, ongeacht de gevolgen. En dat is iets om te koesteren. Dat is wat jij gewoon tegenwoordig niet vaak ziet, helaas. Maar in ieder geval, ik heb heel erg zin in ons gesprek. En ik kan niet wachten tot wij kunnen beginnen. Felix, dankjewel dat je hier bent. Leuk om hier te zijn. Fijn. Uh, ik begin altijd met een clichévraag. Hoe beschrijf jij jezelf, de man die je bent? Oh. Wow. <laughs> ja. Uh, uh, in een groeiproces. <laughs> en, uh, en ik vind het heel leuk om, om mijn eigen ontwikkeling ook gade te slaan. Ik, uh, uh, thuis zijn we heel erg bezig. Ik heb een, uh, ik heb een zoon van 21 en een, een dochter van, uh, van 19. En uh, die zijn ook echt gewoon bezig in allerlei ontwikkelingen. En die vinden bijvoorbeeld ook. Uh, de Maya-kalender, heel interessant. En uh, ik heb voor mijn verjaardag onlangs uh, mijn Human Design gekregen. Okay. Uh, dus ik vind het ook wel echt heel bijzonder om te kijken van... door uh, astrologie, door... Mm. Uh, ja, wat, wat staat er eigenlijk uh, over mij op mijn geboortedag en mijn tijd? En als je dan kijkt wat er allemaal beschreven staat... en ik kijk nu naar mezelf, ja dan herken ik zoveel... Dat ik denk van hoe is het in godsnaam mogelijk dat, dat er al zoveel eigenlijk uit, uit zo'n plek en datum al geanalyseerd kan worden voordat ik eigenlijk überhaupt geboren was. Dus het is altijd uh, raar. En ik merk in, in mijn human design dat, dat ik uh, nu pas in mijn kracht kom. Dat ik uh, vanaf mijn vijftigste ben ik eigenlijk uh, in mijn kracht staat daar. Nou, wat, wat wil ik nog meer? Hè? Ja, klap. dat is ook precies hoe ik me voel hè. Ik, uh... Die groeiproces, die gaat ook gewoon sinds, sinds begin COVID, die, die gaat heel snel, voor mijn gevoel. Ik kom zoveel achter en ik zie zoveel dingen dat ik ervoor niet zag of niet merkte of niet voelde. Dus, uh, bijzonder. Ja. Bijzonder. Ja. <laughs> maar, what's going on? Hoe zijn wij hierin beland? Jij bent de arts. Jij weet alles van... Uh... <laughs> ja, kijk... Um... Als ik gewoon. Ik, ik, ik kijk wel vaker terug. En um, als ik kijk naar het begin van de hele COVID. Um, in, in 2020, um, in januari, zat ik in Costa Rica. Hadden we een nascholing. Met een heel aantal artsen zaten we daar. Zat ik op het strand en hoorden we over China en corona. En nou ja, in Costa Rica heb je coronabiertjes. Dus we hebben heel veel geproost op corona. Dus ja, wisten wij veel waar we in terecht zouden komen. En dan is het heel raar dat je in maart geconfronteerd wordt met de eerste Nederlander die dan ook corona krijgt. En dan de angst die daar uh, meespeelt. Want in de tijd was, was de verwachting dat 3% van alle mensen... die corona zouden krijgen, zou overlijden. Nou, als je dat zou, zou bekijken, zou het misschien wel gaan over 300.000 mensen... Die, uh, die misschien zouden doodgaan. In Nederland. In Nederland. Ja. Nou, en, als je, en, en dat bracht wel bij mij ook een, een enorme angst. En um, ja, ik weet nog wel... Um, er was natuurlijk die anderhalve meter regel die gelijk werd ingevoerd. En um, um, ik, ja, wij gingen altijd in, in Wageningen naar de markt. En, en daar stond het een, een clubje jongeren bij elkaar. Veel dichter dan anderhalve meter. En ik weet dat ik daar naartoe ging. En dan eigenlijk en uit elkaar. Je moet anderhalve meter afstand houden. En pas op. Dus ik was heel erg. Ik kan gewoon, me niet voorstellen ja, dat dat, je dat was niet zo. Ik was echt gewoon. Uh, echt op de regels. Ja. En. en, en, en uh, nou ja. Uh, ik, ik volgde het uh, allemaal. En uh, ik heb allerlei coronajournaals ook gemaakt, vlogs gemaakt, ook voor de praktijk. Om mensen uh, voor te lichten wat de nieuwe regels waren en dat soort dingen. En die waren in principe allemaal pro-regels, voor afstand, voor mondkapjes, voor alle andere dingen. Dus ik, 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 ik kan me heel goed ook uh, inleven in hoe het is om heel veel angst te hebben voor uh, corona en de angst om eraan dood te gaan of uh, andere mensen te besmetten. Um, maar uh, gaandeweg, uh, ja, uh, ik ben een nieuwsgierig mens. Dus betekent dat ik ook de andere kant wilde horen. En um, ik heb toen Maurice de Hond, uh, kwam ik een aantal uh, berichten tegen. Nou, en, en ik dacht van, hé, hey, die, die heeft toch een andere kijk op de zaak... We dachten eerst dat het allemaal door besmettingen kwam: door handen en uh, door eten en, uh, nou, uh, en aanraken. Uh, en hij had zijn theorie over aerosolen. Dus, dus nou, daar ben ik me dan verder in gaan verdiepen. En toen dacht ik, ja, maar anderhalve meter afstand als we hier binnen zitten. Anderhalve meter, ja, het gaat door acht meter. Dat, hoe werkt het dan? Weet je? Dus, dus ik ging mijn dingen afvragen. En zo ben ik eigenlijk steeds. Um, nou ja, dingen tegen elkaar gaan, uh, gaan, gaan houden. En alles wat er werd gezegd door de overheid, ja, daar, 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 daar kon ik medisch niet meer onderbouwen. En, en daar liep ik eigenlijk uit de pas. Dus het betekende dat. Uh, ik zeg altijd: ik ben al een kritische huisarts, ik ben, niet, ik ben geen antifaxer. Uh, dus ik, uh, het is niet zo dat ik zeg: van, joh, je moet je niet laten vaccineren. Um, maar. Ik vind altijd dat je moet gaan kijken wanneer is het tijd om een medicijn te geven. Mm -hmm. uh, en dat geldt voor ieder medicijn. Als je bij mij in de praktijk komt, dan zal ik ook met jou de afweging maken hoe kan je het natuurlijk oplossen. En wanneer vind ik dat het nodig is om je toch medicijnen te geven. Omdat ik denk dat het belangrijk is om omdat er een risico is zit dat het de andere kant uit kan gaan. Zo hoort het ook te zijn. Nou ja, hè? Dat denk ik. En, um, en we zijn nu eigenlijk naar gedachten gegaan, langzamerhand dat um, er maar één uitweg is uh, om hier uit te komen. En uh, ja, die is natuurlijk ingegeven over vaccineren, vaccineren. We zaten allemaal te wachten op het vaccin. En het vaccin, dat zou het beloofde medicijn zijn. En dan zouden we eruit komen. Um, nou ja, behalve dat je moet afvragen als een medicijn heel snel op de markt komt... en er allerlei stappen overgeslagen zijn voor de veiligheid van het medicijn... en dat je alleen maar kan kijken van jongens, het gaat helpen... Maar hoe zit het met de andere kant van de bijwerkingen? Die, die is echt, echt onderbelicht. Um, betekent het dat je daardoor je ook afsluit voor alle andere mogelijkheden om uit een pandemie dan epidemie te komen? En um, ja, ik, ik, ik ben me altijd bewust geweest dat ik er boven moet blijven en alles moet afwegen. En ik merk dat heel veel collega's van mij um, zich erg laten leiden door wat een OMT zegt, door wat andere hoogleraren zeggen, die anderen ook weer napraten. Dus het betekent, en als je dan buiten die uh, gebaande paden begeeft, ja dan ben je een afvallige, dan ben je een wappie, dan ben je alle andere dingen. Terwijl ik denk van, juist het kritisch blijven heeft uh, gebracht waar geneeskunde is. Mm -hmm. En wetenschap is juist het ook met elkaar oneens zijn, maar elkaar ja. daar, daarin wel respecteren. En ik mis gewoon het respecteren van elkaar om anders te kunnen denken en de dingen te kunnen weerleggen. En dat is, uh, ja, dat vind ik het grote gemis van deze tijd. Ja. Terwijl dat denk ik, kijk, als je als, je als arts uh, met je opleiding bezig bent, dan kom je uh, achter hoe belangrijk je natuurlijke immuniteit is en hoe krachtig je lijf is geprogrammeerd om zichzelf te gaan genezen. Dat leer je op, uh, tijdens zo'n opleiding, hoop ik tenminste. Ik weet niet, ik, ik ga er vanuit. Ja. Of is dat niet zo? Nee, zeker. Nou, ik weet wel, mijn eerste blok, ik heb in Maastricht gestudeerd. En Maastricht was een van de eerste universiteiten waar ze eigenlijk alle um, ja, de zaken net draaiden. Hè. Normaal gesproken kreeg je eerst anatomie, fysiologie, histologie, dus allemaal basisvakken, scheikunde en dat soort dingen. En wat ze in Maastricht deden, was eigenlijk dat hele curriculum omdraaien. En dan kreeg je plakjes. Dus mijn eerste blok ging over um, uh, virussen en, um, en bacteriën. Maar dan betekende het dat je uh, dan in een, in, een, in, een, in een groepje bij elkaar kwam met alle studenten. En dan ging je vragen stellen. Je had een casus. Meneer Hansen, die had, uh, had griep. En die dacht dat hij uh, het goed zou zijn. Want hij had het begrepen van zijn, uh, zijn grootmoeder. Dat je dan uh, een kojjakje moet nemen. en Goed moet slapen. En nou, daar, daar ging het over. Nou, dan kreeg je vragen van... Uh, hey, wat is een virus? Uh, wat is een bacterie? Um, ja, wat is het verschil? Um, doet alcohol iets op je nachtrust? Doet het iets op, op, op je herstel? Wat, wat het doet het met je immuunsysteem? Wat is je immuunsysteem? En al dit soort vragen die bij je opkwamen... Dat waren dan leerdoelen. En daar ging je mee weer aan de slag. En dan ging je de bibliotheek in. En dan gingen we met elkaar gingen we uitzoeken hoe het was. En, en wist je bepaalde dingen niet, dan kon je naar een van de, van de docenten toe... om eigenlijk daar nog... kleine gascolleges van te krijgen... zodat je het helemaal snapt. En daarin kwam eigenlijk ook echt naar voren dat... ja, he, hoe, hoe werkt een virus? Hoe werkt je immuunsysteem erop? Uh, hoe ingewikkeld is ons immuunsysteem? We mm -hmm. hebben zo'n ontzettend mooi systeem... Ja. met allerlei systemen die ervoor zorgen... dat je de eerste afweer hebt. Hè? Je slijmvliezen die in feite ervoor zorgen... dat, dat, dat virussen die... ...airborne zijn... ...niet verder in je, je lichaam kunnen komen. En als ze dan daar wel doorheen zijn gegaan... ...dan krijg je de volgende laag. <tiek> en als je vaker met een bepaald virus... ...in aanraking bent geweest... <tiek> ...kikkertje... Um, ...dan, dan betekent dat ...dat je dan weer geheugencellen had. En um, nou ja, weet je... ...het, is, het zit, zit zo ingejoos in elkaar... ...zonder dat we daar... ...iedere dag bij nadenken. En we, we leven... Samen met bacteriën en virussen mm -hmm. en met schimmels. Mm -hmm. En um, we realiseren ons dat niet, maar als je daar verstoringen in krijgt, dan verstoort ons hele immuunsysteem ook. Dus het betekent ook dat, uh, nou, bijvoorbeeld de mondkapjes, uh, waar we, waar we uh, nu weer een, een verscherping op hebben gekregen. Ja, ik, ik ben het helemaal met uh, Carla Peters, uh, immunoloog eens. Um, je gaat direct ingrijpen als jij de luchttoevoer van jezelf uh, tegenhoudt. Dan betekent dat dat je veel meer overgroei krijgt van bacteriën. Die bacteriën duwen weer andere schimmels weg. Of je krijgt juist een overgroei van schimmels. En dat betekent dat ook onze bacteriële flora en fauna in onze darmen. Die, waarvan we weten dat dat het allerbelangrijkste immuunsysteem is wat we hebben in ons lijf. Dat we daar verstoringen in krijgen. Waardoor je eerder eigenlijk ook weer door andere virussen en bacteriën aangevallen kan worden omdat je een overgroei krijgt. Dus het heeft zo met elkaar te maken dat um, alleen een focus op puur corona, COVID zelf, um, ja, vind ik echt een misvatting. Dus mm -hmm. betekent um, dat kan je niet alleen maar geïsoleerd zien. We hebben te maken ja. met heel veel eromheen. En, en ja, daar, daar, daar zie ik echt heel veel mensen uh, de plank misslaan. Ja, ik, uh, ik weet nog uh, vorig jaar toen uh, die mondkapjes uh, wat, wat ja, minder belangrijk werden, het was in de zomer denk ik, had je ineens groei van heel veel mensen die last hadden van zwarte schimmel. En weet je, de enige reden kan zijn dat je, dat je die, dat ja. die dingen voor. Ja, um, je, je kent Sigrid K. Uh, nee, <laughs> Sigrid Corona is ook uh, jouw patiënt, ja, zoals ja. vorige week hier. Ze noemt uh, mondkapjes uh, mini-boerka. Ja. En toen ik dat van haar hoorde, ik zei... nou, ik heb gewoon de echte boerka in Iran achtergelaten. Ik ga hier geen mini- of maxi-boerka op doen. Dat doe ik niet. Maar het doet echt wat met je. Ook je uitstraling. En ik zag um, iets... Op, het kwam op internet uh, voorbij. Die zegt... Mannen die uh, mondkapjes dragen, die zijn aantrekkelijker voor vrouwen... dan mannen die geen mondkapjes dragen. Ik zei, nou, over welke vrouwen hebben jullie het? Want bij mij is een teken van... Biomatiek ja, maar uit de je puur. bent natuurlijk ook gebiased, waarschijnlijk vanuit Iran, maar ik weet het. Nee, kom ja. aan. Miss misschien is het zo is. van. Uh, ik heb vroeger chirurgieopleiding gedaan, dus dan uh, had je een mondkapje. Dat dat misschien geassocieerd wordt met een chirurg. Oh. Of zo, dat zou nog kunnen? Ja. En dat, daar zijn natuurlijk ook allerlei romantische idealen misschien uh, erover. Maar ja, ik zou het voor de rest niet weten. Nee, ja, ik, ik denk dat dat gewoon puur onzin is. Maar dat is mijn mening. Maar um, kijk, ze hebben gewoon. Uh, aangehaakt op uh, weet je, veel, mondkapjes, afstand houden, uh, thuisblijven. Maar als je kijkt, zijn allemaal dingen die je lichaam alleen maar zwakker en zwakker maken. Ik heb uh, voor iets van 15 jaar helemaal geen last gehad van uh, griep, verkoudheid ja, af en toe. En dan nam ik één of twee dagen rust en dan was ik weer bovenop gekomen. Ik heb laatst, heb ik gewoon, ja, dat, dat, dat weet je. Ik heb die grote C-virus opgelopen en dan daarna een longontsteking. Dat was voor mij een hele grote vraagteken. Hoe is mijn lichaam zo zwak geworden? Want ik had zo'n vertrouwen in mijn lijf. Nou, het gaat mij niks gebeuren. Uh, Sigrid belde mij op. jij, ja, je was gisteren bij mij en ik ben nu positief getest. Ik zei: oei joh, gebeurt mij niks. Gewoon heel stoer praten. Ik kom je weer een knuffel geven. En ik zou volgende dag naar haar toe gaan om even ja, haar op te peppen. Volgende dag heb ik zeg, ge... dat gaat heel erg snel. ik voel me niet goed, maar ik ja, ik was een beetje teleurgesteld in mezelf. Maar dan denk ik, ja, wat, wat verwacht ik van mijn lijf? Ik heb afgelopen twee jaar niet echt goed kunnen sporten, en toen buiten hardlopen of thuisoefeningen doen, maar die regelmatig is weg Ik ging. Regelmatig naar sauna nadat ik getraind had en stoombad. Die zijn allemaal dingen die je immuunsysteem uh, stimuleren en die is ons afgenomen. Ja, je kan wel naar sportschool met zo'n. QR-ding, mm -hmm. ga ik nooit aan meedoen. Dus uh, we worden elke dag, de hele dag door uh, angstig gemaakt. Ik, ik ben er niet bang voor. Hè. Het, het, weet je, ik heb het nu gehad en het is niks meer of minder dan een stevige grip. Grip is ook heel erg heftig. Ik weet nog, toen ik chemotherapie kreeg, zei mijn oncoloog tegen mij: Je moet uit de buurt blijven van mensen die grip hebben. Want dit kan jou fataal zijn, dit kan jou gewoon echt je leven kosten. Je hebt nu helemaal geen immuunsysteem. En um, ik heb jaren geleden wel griep gehad. Iets van twintig jaar geleden, denk ik. En dat was echt te vergelijken met wat ik een paar ja. weken geleden had. Maar wat wij ook heel erg vergeten, is het belang van voeding. Hoe erg belangrijk dat is voor je immuunsysteem. Ja, nou, het zijn een aantal dingen. Je noemt een, uh, uh, als ik je zo hoor, dan, dan denk ik, ja, is het erg om één keer in de zoveel tijd griep te krijgen? Nee, ik zie het echt als een opschoning. En dat geldt in feite voor corona ook. Ik denk dat het testen van je immuunsysteem helemaal niet gek is. En soms is het goed om dingen even door te maken, de, de dingen op scherp te zetten. Um, ik heb recent ook uh, corona gehad en um, uh, het voelde voor mij als een soort helingsproces. Dus het betekent, ik, uh, ik ben naar binnen gegaan, ik ben, ik ben, hey, je komt jezelf tegen, ik had bijna tegen de 41 graden koorts... Um, ik was dus gewoon, gewoon echt ziek. En het is ook echt wel zo uh, dat ik niet praat over een griepje. Weet je? Het, is, het is echt wel even stevig. Maar we hebben geen griepje. Nee, nee, maar, maar daar wordt ook altijd een beetje bagatelliserend mm. over gedaan. Dat, dat we corona maar vergelijken met een griepje. Nee, een griep, een influenza, is heftig. Daar ja. gaan mensen aan dood. gaan ook 8.000 tot 10.000 mensen per jaar aan dood. En dat is in het hele natuurlijke uh, circle of life. Waar, waar we allemaal in zitten... Um, daar hoort ook zo te zijn... dat als je immuunsysteem te zwak is... op een gegeven moment ruimt de natuur ook de dingen weer op. En betekent dat ons leven ook eindig is. Dus het betekent dat wij... Uh, uh, ook wij zijn eindig. We zijn in staat geweest door hygiëne... maar ook door medicijnen... door vaccinaties... dat we tegenwoordig uh, ouder zijn geworden... en dat we gemiddeld tachtig worden. Um, alleen... We accepteren niet meer dat als er nu zich een nieuw virus aandient, nieuw tussen aanhalingstekens, want corona bestaat al, en we hebben SARS-CoV-1 ook 17 jaar of 18 jaar geleden gehad, dus het is niet helemaal nieuw of zo. Maar dat daardoor ons uh, gemiddelde leeftijd omlaag gaat. Um, he, wat we nu zien is dat we gemiddeld onder de 80 worden. Uh, en dat mag niet. Dus, dus we moeten iedereen beschermen en iedereen moet maar dat halen. De gemiddelde leeftijd waar mensen overlijden aan COVID is 83. Dus die zit al in reservetijd. Um, maar we, het betekent dat, dat, dat we daar dat niet meer mogen accepteren: dat er mensen aan dood gaan. En dan krijg je angst, want we worden niet meer ja. wat we hadden. Um, en als je kijkt naar gemiddeld, naar, naar, naar COVID, ik zeg wel eens van. Um, in 2020, toen we geen vaccins hadden, uh, zijn er 139 mensen van de 9 miljoen mensen uh, onder de 50 uh, maar overleden. Maar tussen aanhalingstekens. Tuurlijk waren dat 139 mensen die nog midden in het leven stonden, zijn weg. Dus, dus dat is voor die familieleden is dat gewoon erg. Alleen we moeten ook in grote getallen kijken. En als je 139 deelt op de 9 miljoen, dan is de kans om te overlijden onder, je, onder de 50 is natuurlijk zo klein. Dat je daar nooit tegenover mag stellen dat, dat je iedereen onder die leeftijd moet vaccineren. Terwijl je nog niet weet wat de langetermijneffecten zijn van vaccinaties. En ik vind dit soort um, uh, vanzelfspreken, vanzelfsprekendheden. die eigenlijk door onze overheid worden geaccepteerd. dat we iedereen maar moeten vaccineren. om anderen te beschermen. Want dat was in eerste instantie het verhaal. We moeten een, een vaccinatiegraad halen van 80%. want dan zou eigenlijk een immuun. Immuniteit kunnen bewerkstelligen die we veel sneller eigenlijk voor elkaar zouden krijgen dan de natuurlijke immuniteit. Um, nou, dat bleek kwam, kwam niet uit. Mensen waren eigenlijk na naar, uh, naar drie maanden even besmettelijk als mensen die niet gevaccineerd uh, waren. Dus, dus om de ander te beschermen, je doet het voor een ander, dat verdween. Die 80% is daarop gebaseerd. Nou, die gaat dan ook niet meer op. En daarnaast was het na een half jaar um, betekent dat de antistoffen allemaal weg waren. Dus je was ook weer weer besmettelijk. Dus in plaats van dat een vaccin tot doel heeft om je een jaar te beschermen. En dat je een jaarlijkse griepprik krijgt of een coronaprik, wat, wel, wat het doel was, is het allemaal eigenlijk mislukt. En men geeft gewoon niet toe dat het gewoon een, een fiasco is. En dat we dus op een andere manier moeten gaan kijken naar hoe kunnen we zorgen dat we hiermee omgaan, um, uh, je had het eigenlijk over dat, 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 dat je. Het raar vond dat je niet uh, dat je ziek bent geworden. Ik denk dat het gewoon voor ons allemaal best goed is om even weer uh, teruggevoerd te worden naar de natuur. Dat, wij, dat die natuur zoveel krachtig is dan dat, dat wij zijn. Mm -hmm. En dat we daarmee geconfronteerd worden. Ik heb COVID gehad, jij hebt COVID gehad. Het betekent dat, dat ons lichaam in staat is, uh, ondanks jouw voorgeschiedenis, ondanks alle andere dingen. Om prima COVID eigenlijk te handelen. Mm -hmm. um, dat geeft ook een bevestiging van je dat jouw systeem gewoon werkt. En ik, zo zie ik het ook voor heel veel mensen. Dus, dus het is even een test geweest dat wij dat heel veel mensen het wel aan kunnen. Wat we wel hebben gezien is dat de mensen die eigenlijk slecht tegen COVID bestand zijn, zijn mensen die in feite een ongezonde leefstijl hebben. Dat mm -hmm. zijn de mensen die overgewicht hebben, dat waren eigenlijk mannen uh, van boven de uh, 65 met overgewicht en onderliggend lijden, hart- en vaatziekten, astma, COPD. Die mensen die hebben het echt zwaar gekregen. En dat zijn ook de mensen die op de IC zijn terechtgekomen, gemiddeld. Uitzonderingen daar gelaten. Maar dat is ook het risicoprofiel waar we het over hebben, als je het nu hebt over uh, welke mensen zijn ongevaccineerd en komen op de IC. Dus niet om een bepaalde groep te stigmatiseren, maar gewoon op wetenschappelijk niveau hebben uh, IC-artsen... Um, um, dat was de, ja. de, eigenlijk de IC-arts uit Groningen, van de Voort. Van de die, die heeft ook dat in een programma in de Bali ook nog een keer duidelijk gemaakt. Dit zijn de mensen die wij zien op de IC. Nou, als wij als artsen in staat zijn deze mensen veel meer te isoleren... en dan een afweging te maken... moet je die wel of niet vaccineren met een uh, experimenteel vaccin? Mm -hmm. um, en dan maak ik daar gewoon de afweging als dokter in van... Hebben deze mensen, als ze nu COVID krijgen, gaan ze eraan dood? Binnen een jaar bij spreken? Dan betekent het dat dat voor mij een reële afweging is om iemand wel of niet te vaccineren. De kwaal mag niet erger zijn dan het medicijn. De medicijn mag niet erger zijn dan de kwaal. Dat is steeds mijn afweging. Voor alle andere mensen die wel een goed immuunsysteem hebben, kan je gewoon het risico aan om, om COVID gewoon te krijgen. En als je het al een keer gehad hebt, dan weet je dat jouw systeem het aan kan. Zijn er veranderingen in jouw systeem omdat je een verminderde afweer hebt of wat dan ook? Dan moet je opnieuw natuurlijk altijd weer de afweging maken: is dit wel verstandig voor mij om me wel of niet te laten vaccineren? Zo blijf ik er gewoon altijd naar kijken. En um, hoe kan je dan zorgen dat je een beter immuunsysteem krijgt? Dat is zorgen dat je een body mass index hebt, een BMI die gezond is, dus onder de 25. Um, gewicht door het lengte in het kwadraat, hè? Dat, is, uh, dat is je BMI. Um, Zorgen dat je voldoende beweegt mm -hmm. en zorgen dat je gezond eet. Hadden we hadden het over voeding. Mm -hmm. Dus het betekent dat um, uh, als we daar veel meer nadruk op leggen, en dat is ook iets wat wij bijvoorbeeld nu in de praktijk uh, heel erg gaan doen, dat is een grote verandering met, met, met de afgelopen jaren, is dat we ons zo bewust zijn geworden door die corona yeah. dat we veel meer preventief bezig moeten zijn, dat we het ook echt daar willen neerleggen. Uh, bij de mensen. Wij willen mensen gaan ondersteunen om goed voor zichzelf te zorgen. De zelfzorg. En dat betekent dat we nu bijvoorbeeld uh, wandelprogramma's uh, gaan aanbieden. Dat je gaat lopen met je dokter. Dus we, hè, dat is hey. wat we gaan doen. Um, dat we, dat we um, vanuit voeding adviezen gaan geven. Niet op een saaie manier dieet en dat soort dingen. Nee, op een leuke manier. Dus, hoe kunnen we nou met elkaar gaan wandelen en daarna bijvoorbeeld gaan lunchen zodat je, uh, zodat je een gezonde lunch krijgt en dat je ook daarvoor de recepten die je dan eet, dat je die ook weer gaat krijgen. Zodat het, dat, dat je daar ook gestimuleerd wordt om dat zelf te maken. En daarnaast denk ik dat het heel goed is om onze geestelijke gezondheid optimaal te houden. En onze geestelijke gezondheid is minder stress. Want stress is de grootste onderdrukker cortisol van ons immuunsysteem. Dus, en we zien in onze maatschappij dat er zoveel stress is dat. Dat dat misschien wel een van de grootste ja. oorzaken is, waardoor een immuunsysteem niet kan doen waarvoor het bedoeld is. Ja. En um, ik heb zelf een, uh, een, een, een mannengroep opgezet in, in, in Amerongen waar ik woon. En wij lopen één keer per maand met een groep van ongeveer maximaal tien mannen. Dan lopen we drie uur, bewegen. Dan um, gaan we lunchen. Iedereen neemt zijn eigen gezonde lunch mee. En daarna zitten we in een cirkel met elkaar en doen we een talking stick. Uh, sharing. Oftewel, we gaan gewoon zitten en we gaan vertellen hoe we ons voelen. En alles wat, we, wat, 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 wat binnenkomt en, en, en ook door de wandeling. Um, ja, en dat kan soms hele emotionele dingen zijn, omdat dat er lading in ons zit. En door het te uiten, um, betekent het dat het niet meer in je systeem zit. En iedere stress die je hier in je systeem hebt, betekent dat je in feite. Je immuunsysteem uh, daarmee blokkeert. Dus door in een veilige groep, in een veilige setting met, met een aantal kerels, dit te kunnen gaan doen, betekent dat ik ook de boel aan het opschonen ben en zorg dat mijn lijf minder stress ervaart. Mm -hmm. En dat, dat geldt bij al die mannen. En we, we zien dit echt als een, als een grote uitdaging. Die, die ik, uh, nou, dit zijn ook, ook de plannen die we hebben bij ons. Uh, in, in Vathorst, om dat te doen. Maar ik wil het liefst eigenlijk landelijk gaan doen om, 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 om te zorgen dat, dat, dat we met elkaar elkaar blijven helen. Daar heb je helemaal geen dokter voor nodig. We hebben een dokter veel te belangrijk gemaakt. We hebben medicijnen veel te belangrijk gemaakt. Terwijl de heling zit in onszelf. En ik denk, als we elkaar daarmee kunnen helpen. En ik kan daar een klein steuntje in de rug geven om te bevestigen in bepaalde onzekerheden, dan, dan is dat eigenlijk een veel mooiere taak vind ik voor mij weggelegd dan uh, maar de dokter zijn die een receptje voorschrijft en weer een medicijn voorschrijft zonder eigenlijk te kunnen vertrouwen op je eigen lijf. Ik moet even mijn dankbaarheid uh, uiten, want uh, toen ik uh, ziek was, uh, jij hebt mij gebeld. Ik, uh, ik vond je betrokkenheid en, en uh, ja, het, het voelt heel fijn als je weet iemand die, uh, iemand er is die heel veel van, van, van je situatie weet, van, van waar je ermee top. Ziekte. En uh, die toont belangstelling om jou te helpen. Kijk, daar zijn de dokters voor, ga je zeggen. Maar um, vooral als je vertrouwen hebt in je arts. Want je hebt gelijk tegen mij gezegd: Nou, ik kan gewoon dat voor je op gang zetten. Ik zei: nou, Ik heb custatine ge genomen. Heeft niet gewerkt bij mij. En die heeft mij uh, die volgende medicijn gegeven, dexamethason. Dus mijn lijf heeft het niet helemaal zelf kunnen doen. Ik heb wel externe hulp nodig. Maar um, het deed mij. Goed, weet je. En de, de, ook die persoonlijke contact mm. vond ik heel erg belangrijk en prettig. Je hebt bij heel veel artsen dat als ze weten dat je COVID hebt, nou, ze blijven gewoon het liefst twee steden verder uh, bij jou vandaan. En, en ze willen niet eens met je bellen, want dan zijn ze bang dat je virus ergens hoe naar ze toe stuurt. Dus die menselijkheid. Je, je zegt, we hebben artsen en medicijnen te belangrijk gemaakt. Nou, ik ben wel eens met medicijnen te belangrijk, maar artsen... Ik denk niet dat wij ze te belangrijk hebben gemaakt, want het voelt altijd goed als je weet... iemand die heel veel van de zaak weet, die met je meekijkt, die maar geeft je het... extra kracht. Ja, maar is het nodig dat dat een arts is, of is dat eigenlijk de community? Ik heb um, uh, afgelopen weekend een uh, documentaire gezien over um, Afrika. Het <tosses> is een uh, documentairemaker, Sandra Korsen, en zij heeft een um, documentaire gemaakt... Van een vrouw die in Ghana is gegaan om de kracht van Afrika te, uh, te ontdekken. En uh, we hebben altijd Afrika gezien als een ontwikkelingsstukje wereld. Terwijl er is. Ik ben, ik ben zelf echt heel erg gek op Afrika. En eigenlijk gaat het over natuur en over community. En in feite, wat ik doe met die cirkels, is eigenlijk de tribe forming. Ik heb dat ook gezien bij de Maasai. En het gaat erover dat, er, dat wij in, in onze westerse maatschappij, die hebben we heel erg uh, die, die is op voetstuk geplaatst. Dus ook heel veel andere landen zien het Westen als uh, ja. uh, het Walhalla. En dat gaat over geld en over rijkdom. Maar um, eigenlijk is er ook heel veel armoede. En er is met name een sociale armoede. Mm -hmm. Omdat we echt individualistisch zijn, ja. we zijn bezig met geld verdienen. En daarna zijn we dat geld aan het uitgeven op mooie vakanties. En die maken we allemaal foto's van. En dan kan je er weer even tegenaan. Maar de rijkdom die we echt in onszelf voelen. Um, door belangstelling te hebben voor een ander. om even te horen hoe het met je is. dat zijn we kwijtgeraakt. Ja. En wat je dan nu beschrijft over een dokter. die dan even jou uh, even vraagt hoe het met je is. dat kan ook gewoon je community zijn. En die er even voor je is. En, um, en als je dan een professioneel iets nodig hebt, dan kan dat iemand zijn in die community die even die professionaliteit heeft om dat weer terug te geven. Maar um, zo zie ik eigenlijk dat die hele community de ene die kan jou helpen met jou adviezen te geven over een financiële kwestie of een juridische kwestie of um, ja, over, over een verbouwing. Of over, maar, maar doordat je weer er voor elkaar kan zijn. Weer met elkaar, dus veel meer het samen. Dat is de kracht die, 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 die we kwijt zijn. En we zijn sociale dieren als ja. mensen. En ik, die cohesie van mensen, die ben ik, ben ik eigenlijk uh, voor de corona uh, wat kwijtgeraakt. En wat ik nu steeds meer merk, is zijn de mensen die nu er wat, uh, wat uh, uh, in deze uh, corona-periode elkaar wat meer opzoeken, dat die ook. In deze hele sociale context elkaar in één keer vinden. Ja, dus, je, dus, 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 dus wat, wat ik. Ze zijn gelijkgestemden, mensen die daar toch wat kritisch over zijn, maar je, je voelt als het ware of je tot een bepaalde familie behoort. Uh, en dat je in één keer vrienden krijgt ja. die je nooit had. Ja. En, en um, ik, ik, dat vind ik heel bijzonder. Uh, ik, ik, ik heb wat afscheid genomen ook weer van een aantal vrienden waarvan ik dacht dat het vrienden was, of het is wat bekoeld. Wellicht dat dat misschien later weer bijtrekt, maar um, ik heb er een aantal mensen nu bij gekregen, ja, waarvan ik, van ik super blij ben dat ik ze ben tegengekomen, omdat ik de schoonheid van die mensen eigenlijk nu ervaar mm -hmm. vanuit die community-sins, vanuit het sociale aspect, vanuit de liefde, de warmte, waar het in feite essentieel over gaat uh, en in essentie uh, over gaat. Uh, en daar voel ik me onwijs bij thuis. Dus dan kan mijn hart ook helemaal open. En dan kan ik er ook echt ook voor iedereen zijn, omdat het zo voelt. Ja. ja, ik denk dat wij dat ook allemaal zo ervaren. Ik heb ook heel veel mooie mensen erbij gekregen. En het lijkt of wij uh, in mijn vriendenkring. en het lijkt of wij elkaar al in het vorige leven kenden. Ja. Er is een bepaalde chemie. En uh, ik ben ook vrienden kwijtgeraakt. die mij gek vinden. Maar ik mis het ook niet eens. Nee, nee. want dat was blijkbaar een hele oppervlakkige. Contact. Um, even over dieet, je zei dat we gaan gewoon mensen een gezonde dieet geven. Het is raar dat we zijn zo geïndoctrineerd... dat als wij over gezonde eten hebben, dat we dat gelijk een dieet noemen. Terwijl dat gezond eten moet normaal zijn. En als ik met mensen praat, dan zeggen ze... ja, maar ik wil ook af en toe genieten. En dan denk ik, waarom is genieten gekoppeld aan je lijf te vergiftigen... Hoe, hoe zie dat Dat snap ja. ik niet. Dat heb ik ook wel eens hoor. Dat heb ik nog niet helemaal los kunnen laten. <laughs> Uit mijn lijf. Maar ja, ik, ik ben goed bezig. Als ik kijk hoe ik bijvoorbeeld uh, drie jaar geleden had. Uh, met hoe ik nu eet. Ik zie echt een enorme vooruitgang. En dat merk ik ook. Nadat ik klaar was met alle behandelingen en zo. Ik was zo moe Felix. Ik kon niks doen. Ik had geen energie. Ik had geen... Mental clarity, uh, geen mm -hmm. helderheid. En in het ziekenhuis zeiden ze tegen mij: Nou, dit is gewoon je lijf, je accu is zo beschadigd dat hij zich niet volledig kan opladen. Oh. Dus maximaal 10, 20 procent. Dus, en ze hebben mij geadviseerd: Neem om de twee uur even een half uur pauze. Moet je nagaan. Als ik tien uur wakker ben in een dag, om de twee uur, een half uur pauze. Nou, en dan slaap je ook acht uur, negen uur, tien uur, weet ik wat heb ik aan zo'n leven? Het lijkt op een auto die van 30 dagen per maand, weet ik niet, 18 dagen in de garage zit. Dus <laughs> niks aan die auto. En, uh, en als, omdat zij dat tegen je zeggen, nou, dan geloof je dat ook. Want je denkt dat ze alles daarover mm -hmm. weten. Ik werd doorverwezen naar een diëtist. Maar als ik nu kijk uh, wat ik van haar had gekregen, nou, dat is alles behalve gezond eten. Maar ja, ik heb het uh, omgegooid. Ik heb een mentale trainingcursus gevolgd van twee dagen en daarna mijn eten. Heel uh, streng opgepakt. Nou, Energie, wat ik nu heb in mijn 50 jaren, ik ben 51. Ik had het niet eens toen ik 30 was. En ik was altijd energiek. Ik dacht dat ik altijd op mijn eten let. Ik sportte altijd. Maar nu voel ik me gewoon tienduizend keer beter. En het doet me wel pijn als mensen denken: ja, we gaan gewoon. Lekker feesten, lekker borrelen, weet ik veel drinken, hopjes taart, donuts, chips. Dan denk ik. Het kan. Weet je, ik denk het dat. Het kan, al maar als het niet. Nee, maar ik denk dat het alles gaat over balans. Um, ja. En. Uh, ik, 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 ik kijk naar de natuur. Natuur is ook balans. En als je een ene keer wat, wat, uh, wat fout doet, dan mag je daarna mag je ook iets tegenover staan om de boel weer te ontgiften. En, uh, en te zorgen dat, dat het weer in balans komt. En ik denk als je dat gewoon doet... en dat geldt met gewicht ook... Um, ik zie mensen vaak een heel bord opscheppen... terwijl we veel minder zijn gaan bewegen. Ja. Nou, dat betekent ook... hoe zou het voor je zijn om gewoon een half bord eigenlijk, uh, te nemen? Hè? Dan, dan betekent dat... Dan, hebben we dan nog steeds honger? Nee, dan heb je helemaal geen honger. Dus het betekent dat... het dat, dat zijn zulke eenvoudige stapjes ja. die je kan maken. En ik denk dat... dat ja. Voeding is iets uh, het, ook iets leuks. Um, ik maak er af en toe te weinig tijd voor. Ik vind het in de vakantie vind ik het altijd heerlijk om wel te koken en, en, en dingen te, te gaan doen. En, maar ik ben vaak uh, na een lange dag ben ik gewoon op. En dan ben ik heel erg dankbaar dat mijn vrouw dan uh, uh, lekkere dingen maakt. En um, maar, uh, ja, ik, ik vind het, hè, de gezelligheid is ook, ook natuurlijk heel fijn. Maar je kan met hele gezonde dingen, kan je het heel lekker uh, maken en, en toch ook die gezelligheid uh, ervaren. Dus ik ben het helemaal met je eens dat ik denk dat je kan op een hele goede manier gezelligheid combineren met lekker uh, en niet te veel. Ik denk als, als je dat allemaal doet, dan ben je gewoon, gewoon in balans. Weet je, het gaat erover wat heeft jouw lijf nodig. Ja. En ga gewoon kijken naar jezelf. Heb je um, um, uh, nou ja, ik was laatst, ben ik toch naar, naar Afrika geweest. Weer even Afrika, naar Tanzanië. Ja. En we hebben heerlijk gelopen in de natuur. En als je dan kijkt wat voor producten ze allemaal hebben. We hebben heel veel fruit gegeten, heel veel uh, ja, pure dingen. En uh, na wandelingen die we dan daar in, in zo'n regenwoud hebben gemaakt, Ja, je, je voelt je zo één met alles om je heen. Mm. Maar dat komt ook omdat al die producten kwamen daar vandaan. En wat we nu tegenwoordig zien is dat we alles kopen in supermarkten. Ja. Alles is um, gemaakt door dezelfde bedrijven. Um, en we, we, we zijn ons niet meer bewust waar het vandaan komt. En ik denk dat, dat is ook denk ik, een langzamerhand een, een, een omslag die we gaan maken. Dat we voeding uit de buurt moeten halen. Ja. Gewoon, uh, er wordt, worden door heel veel mensen nu ook boeren geadopteerd. Dus dat je gewoon ook zegt, joh, wij, wij gaan met z'n allen gaan we een boer adopteren die. Die, 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 die de producten levert. En die producten die worden lokaal verkocht. En ik denk dat we dat ook weer mogen gaan doen. Laten we alsjeblieft die grotere ketens er wat tussen uithalen. Ja. Um, uh, ik heb dat ook gezien met al die middenstanders... Die, waar de winkels nu van gesloten zijn. Ja, en wat gaan we toch weer bestellen bij bol.com... en, en bij, bij, weet je, de grote, grote winkels. Het is makkelijk. Het wordt allemaal bij je in de deur geleverd. Maar we vergeten dat er gewoon mensen zitten... die die hun geld eigenlijk verdienen door lokaal daar te zijn. Wat ook veel gezelliger is. Want vroeger ging je naar je buurtsupertje toe en dan ging je daar wat halen. En die haalden ze producten weer ook bij het boertje vandaan en dat ja. soort dingen. Ik denk dat we daar naar meer naartoe moeten. En dat zag je in Afrika, daarvoor kwam ik er een beetje op. Dat je echt al die mensen langs de kant van de weg die hun producten verkopen, die ze zelf ook hebben geoogst. net. Dat is één op één. En we zijn in gemakzucht. Hebben we alles. Maar. Uh, op één punt uh, uh, laten komen. En dat wordt dan weer. Uh, dat bestellen we nu met ons mobiel. Ik denk dat we daar. Ik ben ook verslaafd aan dat ding. Dus uh, daar krijg ik ook steeds op mijn flikker over van, uh, van thuis. Uh, uh, maar als je kijkt. Uh, Google, alles weet alles van je. Ja. Ze weten waar ik van hou. Ze weten wat ik bestel. Um, ze weten dat ik misschien een beetje een dissident nu ben. Uh, dus dus uh, er worden allemaal etiketjes op jou geplakt. Hoe zou het zijn als we daar weer eens vanaf gaan? En dat we gewoon veel meer teruggaan naar wie we daadwerkelijk zijn. En dat we op een andere manier met elkaar iets aan het vertragen raken in plaats van de snelheid waar we nu in zitten om direct berichtjes binnen te krijgen. Direct alles te weten. Direct overal. Um, of het nou fake nieuws is of niet. Je weet het eigenlijk niet meer wat nou echt is. Wat, wat werkelijkheid is. Um, ja, nu ben ik gewoon jou, jouw podcast aan het... dat is natuurlijk ook internet, want dat wil je natuurlijk ook. Maar ik, ik denk dat het toch verstandig is... dat we veel selectiever worden in waar we dingen vandaan halen. Of het nou nieuws is, of het nou eten is... of het nou, uh, ja, je vakanties is. Of, of, of met, met welke theaters je gaat. Wat, dat we echt daar veel meer bewustzijn op hebben. Ja. ja, dat over gewoon het eten. Ja, gezond eten en niet te veel eten. Ik denk dat als jij gezond eet, als je... Echt voedingsrijke eten binnenkrijgt. Je kan niet eens te veel eten. Op een gegeven moment geeft je lijf gewoon de, uh, de sign. Het is genoeg. Want ik merk het met als ik gewoon een gezonde boord heb. Nou, ik kan hoog en laag springen. Ik kan niet te veel maar dat, eten. Maar dat is jouw systeem. Jouw systeem geeft een begrenzing. Maar er zijn mensen die hebben gewoon daar een, een ander soort begrenzing. Dat kan ook nog een stuk genetisch bepaald zijn. Maar niet met chips en zo. Nee, nee, nou, maar ik zeg ook, ook met. met, met, met ik, ik zie mensen ook gewoon. Als ik, als, ik een, um, nou, als ik een hutspot of zo op mijn bord heb. er zijn mensen die hebben een heel groot bord vol. Nou, ik, ik, kan, ik krijg dat echt niet op. Een beetje, maar andere mensen wel. Terwijl de vraag is: heb je het nodig? Mm -hmm. Dat heeft te maken met wat voor arbeid doe je. Als jij ja. altijd fysieke arbeid hebt. dan weet je ook dat je verbranding hoger is. en dat betekent dat je het ook meer nodig had. Vroeger was dat zo. Dat zijn die Hollandse potten. die had je natuurlijk met aardappelen, vlees en groenten. Maar dan werkten we ook op het land en dan, dan, dan was die fysieke arbeid ook nodig. En dan had je die verbranding en had je je koolhydraten ook echt wel nodig. Tegenwoordig hebben we nauwelijks koolhydraten mm. meer nodig. Dus betekent dat we daarin ook mogen evolueren naar, um, naar mensen die gewoon op een andere manier uh, onze energiehuishouding um, uh, gebruiken. En daar hoort een andere voedingstoestand bij. Uh, nou, en er hoort ook bij dat we, als we dus niet meer bewegen, dat we wel beweging weer in ons leven uh, incorporeren. Dat we wel zorgen dat we wel die wandelingen gaan maken. En dat je gewoon twee keer per week wel een wandeling maakt. Uh, en als je dat nou weer met, met, met een aantal mensen doet die, waar je het ook nog goed mee hebt. en je hebt ook nog weer gesprekken zodat je kan releasen. dan heb je zoveel tegelijkertijd. Mm -hmm. En ik, ja, ik, 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 ik zie dat eigenlijk veel meer voor me als een. Als, als een verandering in de maatschappij, dat we, dat we weer teruggaan naar een stukje basis, een stukje Afrika, wat ik ook hoorde in die documentaire. Um, om weer gewoon te voelen, wat is je purpose? Dat was ook echt zo'n hele mooie vraag. Wat is je doel in het leven? Wat is jouw doel in het leven? Mijn doel. <laughs> ja. ja, dat is een hele goede vraag. Jo, vervalt me een beetje. Wat is mijn doel? Ik wil graag zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken om, om um, mijn verhaal met ze te kunnen delen. Want uh, ik heb heel veel te vertellen. En alles waar ik over praat, praat ik uit mijn eigen ervaring. En uh, het is niet een cliché-antwoord. Als dit gebeurt, dan is het dat. En als dat gebeurt, dan is het dat. Onze innerlijke kracht is zo groot. En daar kom je pas achter als je geen andere keuze hebt dan doorgaan als je helemaal geen andere mogelijkheden hebt behalve doorgaan, dan kom je pas achter hoe, hoe krachtig je bent. Mm -hmm. En dat wil ik graag bij mensen uh, triggeren of wakker maken. En uh, nou, ik heb ook twee dochters. Ik hoop dat ik een goede moeder voor ze kan zijn, dat ze ook uh, trots naar me kijken en zeggen: ja, we hebben best veel van je geleerd, mam. Niet dat ze zeggen: af, mam, die was altijd lastig en die had altijd commentaar zo. So, um, we moeten een beetje op tijd letten, want je, je, je hebt een hele drukke dag. Um, heel kort, zie je heel veel mensen naar je praktijk komen uh, die voor de boosters gaan? Uh, nou, ze komen niet naar mijn praktijk voor de boosters, want ze gaan naar de GGD. Maar ik merk dat er toch nog heel veel bij mensen. Um, ja, het geloof in de booster is. Maar dat betekent ook dat het een ticket voor vrijheid is. Ja. Dus betekent dat er. Nu, heel veel mensen nog denken dat als je de booster neemt, dat je dan vrij bent en dat je er meer dingen kan doen. We hebben nu de wintersportperiode, die komt er ook nog weer aan, we hebben die gehad. Heel veel mensen wilden de booster, omdat andere landen, zoals Oostenrijk, Italië, nu ook Frankrijk, waarbij je echt de booster moet hebben, wil je gewoon kunnen reizen. Dus het is, het is een soort, um, ja, een stukje vrijheid hè, wat, wat mensen krijgen, maar het is een tijdelijke vrijheid. Dus wat, ik, wat we zien is dat het tegen de omicron eigenlijk niet zo werkt. Sterker nog, mensen die um, uh, drie keer eigenlijk gevaccineerd zijn, twee keer gevaccineerd plus de booster, hebben een grotere kans om omicron te krijgen en door te geven. Dus het betekent dat: um, uh, ja, we, we zien in voortschrijdend inzicht dat um, het vaccineren toch wat eindig is. Er is nu ook van um, uh, de EMA. De European uh, uh, Medical Association. die in feite alle goedkeuringen doet over die vaccins. ook gezegd een vierde booster is uh, raden wij wat af. Omdat we zien dat het immuunsysteem te veel uh, afgebroken wordt. Dus, dus we zien dat, dat die, die vaccins die de hoop waren dat dat toch niet de hoop is. Uh, natuurlijk zijn de fabrikanten al bezig om een omicron variant uh, te maken. Maar de vraag is. Is het niet veel verstandiger om omicron te laten uitrazen? Het is onwijs besmettelijk. Uh, maar mensen komen veel minder in het ziekenhuis. Ik, uh, 70, 80 procent minder ernstig dan, dan de Delta variant. Dus het betekent dat, dat uh, voor gezonde mensen het wellicht de manier is om een natuurlijke immuniteit op te bouwen. Het gewoon te krijgen zonder dat ze er heel, al te veel last van hebben. En het blijkt dat die omicron variant ook voor andere varianten eigenlijk beschermend is. Dus. Ik denk dat het een uitweg is. Alleen je merkt dat er nu zo'n zo idee nog steeds is... dat vaccineren en QR-codes uh, ja. de uitweg is. Dat, dat, maar ja, dat we daarin blijven geloven. En dat doen heel veel mensen nog. En ik hoop echt dat mensen langzamerhand toch wat voortschrijdend inzicht krijgen. Dat je zegt, joh, maar waarvoor gingen we alweer vaccineren? Als we nu zien dat Omicron minder ernstig is dan griep... want dat zien we... Ja. Het is echt gewoon minder uh, dodelijk dan, dan griep is. Met griep deden we ook geen QR-codes, deden we ook geen boosters, gingen we ook niet iedereen vaccineren. Laten we dan net zoals zo Spanje voorstelt het zien als een griep. Laten we af van die QR-code, want die QR-code die verdeelt ons. Hey, je ziet dat, dat dat maakt eigenlijk gewoon dat we een, een scheiding krijgen tussen mensen die, 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 die gevaccineerd zijn en niet gevaccineerd zijn. In Duitsland hebben ze een, uh, uh, nu gezegd dat de booster, uh, dat je daarmee een, een, een restaurant binnen kan komen. Als je een natuurlijke immuniteit hebt, dan betekent het dat je nog eerst een test moet doen om binnen te komen. De, dus je maakt natuurlijke immuniteit ondergeschikt um, aan de booster, aan, aan iets artificieels. Ja. Nou, dat kan niet. Natuurlijke immuniteit is het allerbelangrijkste goed wat we hebben. En we weten ervan dat het meer dan een jaar voor corona... Voor SARS-CoV-2 eigenlijk geldt. Voor SARS-CoV-1 weten we al dat na 18 jaar nog steeds antistoffen zijn gezien. Waarvoor zou dat niet bij SARS-CoV-2 zo zijn? En als je antistoffen hebt, wil niet zeggen dat je het niet weer kan krijgen, maar dat je lichaam veel beter voorbereid ja. is en dat je daardoor minder ernstig ziek wordt. Hetzelfde als waarvoor we de vaccins zouden doen. Dus um, uh, zolang wij die antistoffen hebben, en sommige mensen kan je het niet eens meten in het bloed, want je hebt ook nog je TCLR-en af... Of afweerstoffen, en die, die, die moet je op een andere manier moet je die, uh, meten dan dat je dat doet met uh, hoe Quim bijvoorbeeld uh, dat, dat uh, uh, testen. Maar het betekent, als je het gehad hebt, kan je ervan uitgaan dat je beschermd bent. En daar mag geen einddatum aan zitten. En door steeds einddata te maken, een half jaar voor natuurlijke immuniteit, wat voor onzin is dat? Wie Bedenkt dit soort arbitraire grenzen? Dat is echt gewoon. Basisschoolleraar, denk ik. Nee, nee, nee maar het, is, het ja. wordt opgelegd ja. omdat we daarna weer iemand een boostetje kunnen geven. Nou, daar moeten we mee ophouden. Ja. Als je het hebt gehad, je hebt het natuurlijk doorgemaakt, je hebt flink ben je even ziek geweest, dan weet je dat je natuurlijke immuniteit gewoon er is. En dan mag je daar niet in begrensd worden. En daar moeten we naartoe. En ik hoop dat steeds meer mensen dat voortschrijdende inzicht zien. Dat zeker nu die Omicron, wat ik echt als een cadeautje. Uh, nu in onze schoot geworpen uh, zie worden, dat we nu eigenlijk zoveel mogelijk mensen die, die, die relatief gezond zijn, dus niet die 65-plussers met onderliggend lijden, dat, 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 dat wij eigenlijk de schil gaan vormen zoals we dat altijd hebben gedaan voor anderen en dat die natuurlijke immuniteit ervoor gaat zorgen dat we gewoon weer in vrijheid alles open kan hebben en dat we helemaal geen QR-code nodig uh, hebben. Ik zag dat uit de TU Delft gekomen is dat er geen verschil is tussen 2G en 3G. Het beste zou zijn om helemaal geen G meer te hebben. Ja. Maar ik ben in ieder geval geen blij. Dat van gewoon. Ja, dus, dus ik denk dat, 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 dat langzamerhand de angst die er heerste voor corona weg hebt, dat mensen ook inzien dat ze niet meer bang hoeven te zijn. Je ziet dat er steeds meer winkels opengaan. Je ziet dat de restaurants opengaan, want we kunnen het niet meer volhouden. Mm. Het wordt gewoon tijd om, om weer met z'n allen gewoon normaal te leven. Ja. Maar wel de lering te kunnen trekken uit de hele corona. Dat wij sociale dieren zijn. En dat we die cohesie met elkaar nodig hebben. En dat we elkaar kunnen helpen door beter te bewegen, goed te eten en minder stress te ervaren. Je bent ook daarmee bezig, hè? Met een, met een beweging of met een. Wat kan je ons uh, vertellen daarover? Nou ja, er zijn natuurlijk een aantal bekende Nederlanders ook wel, waaronder Tim Duisma, die ook uh, uh, zich ook wel uit heeft gesproken mm -hmm. tegen het hele coronabeleid. Um, en Tim, die is eigenlijk ook met een beweging bezig om te zorgen dat uh, meer mensen die uh, ook ja, zich aangetrokken voelen bij dit idee, uh, om die te verzamelen, mm -hmm. en te kijken of, um, nou, of we ook niet programma's kunnen organiseren, zodat we elkaar wat makkelijker kunnen vinden. Ook het stukje entertainment. Wat natuurlijk erg te lijden heeft gehad onder de hele corona, om daarbij te betrekken. En door bijvoorbeeld ook wat meer lezingen te kunnen geven of praatjes te hebben. Uh, om, om alle vragen te kunnen stellen. Zodat we met elkaar meer informatie krijgen. Hè? En dat, dat er ook even aandacht voor een ieder is. Zodat we die hele sociale cohesie. die we wat kwijt zijn geraakt de afgelopen twee jaar. dat we die weer eigenlijk op poten zetten. En dat we zien, jongens, er is een nieuwe beweging. We gaan het met z'n allen. gaan we het anders doen. Mooier, beter. Maar dan niet op de <laughs> Klaus-Zwaap-manier, maar dan echt op de, ja, ik denk veel meer vanuit Menselijke. het hartgevoel. Ja, leuk. Leuk. Super. Ik ga mijn um, gesprek met jou, ik wil het niet beëindigen, maar je bent heel direct. Dus ik, ga het al, um, ik heb drie vragen aan je. Ja. Ik, uh, mag ik ze stellen? Um, uh, wanneer heb jij jezelf voor het laatst uitgedaagd? Oh. Uh -huh. <laughs> Volgens mij is dat een dagelijkse gang van zaken. Ja, denk ik ook, wou ik zeggen. Elke keer als je je mm. uitspreekt, dan daag je jezelf uit, toch? Ja, ik, uh, ja zeker. Uh, ik, ik vind het ook echt best wel eng. Dus bij mij zit er natuurlijk ook een angst. We kennen allemaal uh, angst, en die is heel menselijk. En natuurlijk ben ik ook bang wat anderen van mij vinden, of wat ze uh, mm. zeggen, of uh, daar zit natuurlijk ook oordeel op. Um, maar ik heb echt heel erg geleerd vanuit mijn hart te blijven spreken, mm -hmm. en dat eerst te doen en daarna pas te gaan denken. Want mijn, mijn hart spreekt mij de waarheid, en anders gaat mijn hoofd dat beïnvloeden. En mijn hoofd staat ten dienste van mijn hart. Dus het betekent dat ik mijn hart is mijn kompas, en, en mijn hoofd mag mij ten dienste staan om het doel te bereiken, wat mijn hart en mijn kompas me uh, aanwijst. Dat is waar intelligentie voor nodig is. Uh, maar dat maakt af en toe wel dat ik soms in, in een tweestrijd met mezelf kom. En ik, oh, dan heb ik weer een stukje geschreven of wat dan ook. Of ik heb weer wat gezegd. En dan denk ik, oh, wat krijg ik nu weer voor shit over me heen? Maar het is niet anders. Dus, dus, dus dat zal ik blijven doen. Dus uh, ja, En dan kan ik ook aan ieder aanraden. gewoon je hart te blijven volgen. Want dat, is, uh, <laughs> dat is de beste uitdaging, denk ik. Mooi. mooi. Volgende. Ehm... Um... Wat is het moeilijkste dat je ooit hebt gedaan? Um, het moeilijkste wat ik. In je carrière, laten we maar zo zeggen. In mijn carrière. Ik denk dat was voor mij de beslissing dat ik. Uh, ik was in, in een opleiding tot orthopedisch chirurg. En. Um, uh, ja, ik denk dat. Dat veel mensen dat wel herkennen. Dat je dan voelt dat je. Een plek uh, bemachtigd hebt en er waren toen 200 sollicitanten voor één plek en ik kreeg die plek en dan doe je die opleiding en dan ff, ik voelde dat ik niet op mijn plek was. Mm. Ook weer dat gevoel. Maar ondertussen gaf dat ook best wel gaf het aanzien. Ik wist dat mijn vader heel trots was, vond ik in die tijd nog heel erg belangrijk. En toch de beslissing genomen om ermee te stoppen en mijn hart te volgen weer. Dus, um, en, en toen de huisartsopleiding te gaan doen. Dus dat, dat, vond ik een, ja, dat vond ik een pittige keuze. Waar ik overigens geen spijt van heb. Maar um, heel veel mensen verklaarden me voor gek. <laughs> ja. Beter gek zijn dan uh, onnodig gehoorzaam, toch? Nou ja, ik denk dat dat gewoon wel het is. En, en ja, persoonlijk vlak, denk ik. Toch het afscheid nemen van mijn moeder, denk ik, dat dat ik het moeilijkste vond toen uh -huh. ik twintig was. Dat is, uh, maar ja, dat, dat, dat is iets wat je overkomt. Yeah. Uh, ze had borstkanker. en, nou um, ja, het heeft wel ook mij gevormd. Dus dat is voor mij altijd geweest dat ik de huisarts toen heb bezig gezien hoe hij dat laatste deel ook deed. En ik wilde altijd industrieel ontwerpen gaan doen. Heel gek, maar echt totaal iets anders. En toen dacht ik, nee, ik, uh, ik ga kijken of ik toch ingeloot kan worden voor geneeskunde. Dus iedere pijnlijke stukken geven ook vaak weer weer een deur die je opent. Ja, ja het is ook je kracht, hè, hoe je met je pijn omgaat. Ja. En dat maakt je nog krachtiger. Um, en wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen? Oh, ik heb een hoop adviezen gekregen. <laughs> um, en die vind ik heel lastig, want ik, 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 ik zou dat niet 1, 2, 3 kunnen zeggen. Wat... Oké, okay, laten we maar gewoon anders doen. Wat is het beste advies dat je nu, naar deze omstandigheden, aan iedereen die hiernaar kijkt, naar ons gesprek kan geven? Naar aanleiding van alles wat je weet en ervaren hebt. Um, nou, ik denk door gewoon kritisch te zijn, uh, ook naar jezelf en iedere keer weer even jezelf opnieuw uh, te bekijken. Wat ik vaker doe is dat ideeën die ik in mijn hoofd heb of dingen die ik zeg, dat ik daar toch nog terug naar ga kijken van klopt het nog met wat ik allemaal hoor? En het is helemaal niet erg om terug te komen op dingen die je hebt gezegd. Dus het betekent, daar zit heel veel kracht in door. Hey, ik had laatst ik op, op, op LinkedIn heb ik gezegd van ja, het is misdadig om, om kinderen tussen 5 en 11 te vaccineren. Dat kan voor mij wel zo zijn. Maar het betekent dat um, uh, um, voor anderen kan dat dusdanig zijn dat, het, dat ik daardoor anderen te veel uh, in een hoek zet. Dus soms is het ook goed om, om op dingen terug te komen en het net anders te formuleren, zodat het, uh, ja, uh, dat het wat zachter wordt. Het gaat niet over alleen maar hard en fel en, en ja. ertegen. Maar het gaat erover dat we met elkaar eigenlijk op deze aardkloot leven. En dat ieder recht heeft om zijn mening te hebben over bepaalde dingen. Maar dat het gaat over begrip voor elkaar te hebben. En soms betekent het dat je dan even een stapje terug doet. In plaats van me halstarrig vast te houden aan uh, denkbeelden die je hebt mm. en de ander te willen overtuigen. Want dat heeft geen zin. Het, 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 het gaat erover van dat je zegt: oké, okay, ik snap jou. Ik snap dat het voor jou uh, um, pijnlijk is als ik dit zo zeg en dat ik jou in een hoek zet. Dat is niet mijn intentie. Als ik het nou eens op een andere manier formuleer, hoe, hoe is het dan voor jou? Snap je dus dat je af en toe even terug mag komen op de dingen die je zegt? Ik, ik, ik zeg sommige dingen te hard, of te, eh, wel met de, met, de, met de juiste intentie die ik te bedoel, maar soms zijn woorden ook net niet goed gekozen. <laughs> Mooi, daar kan ik ook heel veel van leren, denk ik. Felix, <laughs> mag ik je bedanken voor dit gesprek? Ik vond het heel leuk. En, uh, ja, ik vond het ook superleuk. En ik hoop dat ik je vaker mag uh, spreken. Ik hoop dat we over een jaar weer hier, hier op de bank mogen zitten. En zeggen, jeetje, wat is het allemaal goed afgelopen. Ik hoop het van harte. Maar ik, ja, weet je, en ik heb altijd vertrouwen in het, in het goede. En uh, het gaat er ook over dat, dat mensen mogen blijven staan. Uh, vertrouwen hebben in hun eigen gevoel. En als je, wat je hart in je ingeeft, dat dat gewoon het juiste... Uh, de juiste kompas is. En uh, nou, daar wil ik er ook heel graag... mijn steentje in bijdragen. Dat mensen daar ook zich vast kunnen houden... aan dat ik blijf staan. Dat jij blijft staan. En ja zo helpen we elkaar... allemaal weer in onze community... om gewoon ja, te doen... Wat, wat ons doel is in het leven. Wij zijn echt blij. Met die Dankjewel. Dank hey, je. Lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop dat jullie ook... Uh, net zoveel hebben kunnen genieten en leren uh, als ik. Uh, van mij mocht dit gesprek nog drie, vier uur doorgaan. Maar dat gaat helaas niet. Um, ik zou het erg waarderen als jullie dit gesprek liken, sharen met jullie vrienden so op sociale media. En zoveel mensen ons geluid laten horen. Hebben jullie interessante mensen die ook jullie graag hier bij mij op de bank willen zien uh, zitten en een gesprek met mij hebben? Uh, stel het maar voor, zet het in de comments en we gaan gelijk ermee aan de slag. Bedankt voor jullie tijden, tot de volgende keer. Wil je ons financieel steunen? Scan één van de QR-codes of klik op de links onder de video. Dankjewel. Hier praten wij over de vergeten belang van een stabiele maatschappij en verloren kracht van een gezonde burger.